Dit, dit valt echt tegen. Je, je weet niet wat je ziet. Op een moment, dan denk je van hey, geweldige combinaties, druk zetten. En dan totaal, verliezen ze het totaal weer. Ja, chef op en drie. Als Ajax van Volendam verliest. Ja, dan gaat er echt wel gebeuren. Dan, uh, ja, dan, gaan, de dan gaan de koppen. Nou, dan is het misschien net te kort om koppen te laten rollen. Hè, omdat ze dan Woensdag alweer tegen Napoli uh, moeten. Ja. En je bent nog niet uitgeschakeld voor de Champions League. Maar dat zou werkelijk uh, een blamage eerste klas zijn. Volgens mij heeft Volendam uh, nog nooit gewonnen van Ajax, uh, naar mij weten. Oké, okay, dus, uh, oké. Okay. Nou ja, ik loop Twente nog niet zo lang mee. Het want, uh, wat zeg Geef je? Geef toch in je column? Wat? Twente had het er lastig, toch? Twente had het, nou, Twente had het eigenlijk niet lastig. Twente die vergat zichzelf te belonen. Want die waren veel beter dan Volendam. Ja. En die misten allerlei kansen. Toevallig was ik bij die wedstrijd en... Uiteindelijk uh, verloren ze wel, dus uh, het, het kan zomaar uh, gebeuren daar. Kunstgras, slecht weer. Harde alle voetbal, wind. Alle voet ja, nee, inderdaad. Maar alle uh, Ajax-volgers, voetballiefhebbers, die vragen zich af dat zagen aan die stoelpoten. Hè? Dat gebeurde toch ook met ten Hag? wordt er dan gezegd? Ja, nee. Zijn die nu milder naar Schreuder nee. dan naar Ten Acht? Nee, natuurlijk niet. Hij, maar hij zal wel moeten presteren. Daar hebben we afgelopen week natuurlijk ook wel uh, blijk van gegeven. Maar het is niet alleen Schreuder, het is natuurlijk de hele organisatie. Ze hebben natuurlijk uh, drie, vier jaar lang op absoluut topniveau uh, gepresteerd. En als je dan zoveel spelers laat weggaan. en je haalt er geen goede spelers voor terug. Hè, want uh, negen van de tien die zaten, de aankopen zaten op de bank. Hè. Er waren er maar twee die speelden. Dus uh, ja, dan ben je natuurlijk wel het uh, noodlot uh, over je aan het afroepen. En uh, ja, hij maakt af en toe keuzes ja, die toch te betwisten zijn, uh, ja. Schreuder. In, in de rust niet uh, iemand brengen terwijl je 3-1 uh, achter staat en helemaal wordt weggespeeld. Uh, Koedus in de spits, volgens mij wil je dat wel zeggen. Mm -hmm. uh, onze vriend Bessie, die kan natuurlijk uh, heel weinig van. En die zorgt ervoor dat, dat uh, Blindhalf komt te verzuipen, dat Timber niet zijn eigen spel kan spelen. Nou, Rensch. Ja, waar de range van twee jaar geleden is gebleven, zou ik niet weten. Maar die bakt er ook heel weinig tot niks van. Robby dus, ja, ja. uh, natuurlijk, die het ook niet uh, waar kan maken nog op dit nee. moment, als hij al minuten krijgt. Als hij al minuten en, krijgt, ja. en dat punt van Tadic op rechts buiten. Want ja. er werd nu maar gezegd, van, ja, dan moet de scheidsrechter het maar doen door hem uit het veld te sturen. Ja. Want Scheuder had hem nog steeds laten nee, staan. Nee, die had hem nog steeds laten staan. Die laat hem echt tot in de Wat eeuwigheid staan. Toch? Nou, omdat zij samen hebben ze dezelfde uh, zaak weer nemen. Oh, is dat het? Milos uh, Malenowitsch. Die hebben zij. Uh, ja, dat is de zaak, we nemen van zowel Schreuder als van Tadic. Dus ja, dan ga je toch vragen, is daar nog een bepaalde onafhankelijkheid richting Tadic? He, want hij heeft nul rendement, de afgelopen wedstrijden. Dus ja, dan, dan moet je toch af gaan vragen, uh, moet ik daar niet wat veranderen? He? Moet ik bijvoorbeeld niet uh, Brobby in de, in de spits uh, uh, zetten en Berghuis op rechts? He, waar hij altijd heeft gespeeld, ook bij, bij Feyenoord. En dan Tadic eruit. Nou ja, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren in Napoli. Omdat Tadic dan die rode kaart heeft gekregen. Ja. Maar ik ben benieuwd wat hij nu doet met zijn aanvoerder tegen Volendam. Ja, dan moet hij wel, hè? Dan moet hij hem er wel. Uh, niet tegen Napoli. <laughs> nee, nee, opstellen, nee dat kan dan. je wel uh, moeilijk. Maar dat voor. zou wel wat zijn, werkt het zo? dan Dat je dan toch een afhankelijkheid hebt richting een speler of zo. Of dat je niet ah, niet... Ja, ook, ook omdat dat de aanvoerder is. En die heeft natuurlijk ja. jarenlang de, de kar getrokken. Dus daar hou je een hoop vertrouwen in. En dan, Blijf je jezelf ook aan vasthouden, zeker als nieuwe trainer. Zoals je ook blijft vasthouden aan Daily Blind. Maar daar zijn geen alternatieven voor. En voor uh, Thadis zijn ja. wel alternatieven. Ja. Wie heeft uh, de woorden gesproken? Vertessen, helemaal niks. Maakt nooit het verschil. Nou, dat, dat, dat zou ik kunnen zijn. Ja, ja was ik dat? Heb je dat gezegd. Okay. Prompt schoot hij daar twee in hè, tegen Zurich. Ja, nog net geen Lucas Moura. Dan had nee. hij er drie, moet, drie moeten maken. Gelukkig haalde Van Nistelrooy hem van het veld. Maar als je een beetje snel bent, dan uh, had jij er ook drie kunnen scoren of ja. twee kunnen scoren tegen Zurich. Want dat leek werkelijk nergens op. Het was. Twee keer alleen gewoon op de keeper aflopen. Ja, oké, okay, nou, dan, uh, dan mag je ze ook wel maken. Ja. Nou, als je verder naar PSV... Maar ik vond het wel he? heel overdreven. Euforie, hè? Die euforie. En uh, Ruud van Nistelrooy ook na aflopen. En hij was zo trots op al die jongens die hij onder 19 had meegemaakt. Maar dat waren ook de jongens die uh, PSV uh, niet uit het slop trokken... toen ze met uh, 2-0 achterkwamen tegen Cambuur. Het is allemaal wel leuk en aardig. Maar wij worden vaak uh, veroordeeld uh, over ons opportunisme... Maar die trainers doen gewoon net zo hard mee. Ja, die moeten tegen Herenveen. Dit weekend is dat meteen een hele andere wedstrijd. Ja, wel leuk weer. voor Van Nistelrooy natuurlijk. Herenveen ja. heeft natuurlijk nog een Oude verleden. club van ja. Van Nistelrooy. Over Feyenoord gesproken. Ja, die stonden met 2-0 voor tegen Mieterland. Ja. Uh, ja. Ook wel een beetje lucky natuurlijk met die VAR-momenten. Ja, zeker. zeker. Want de VAR die niet ingreep zeg maar, bij die situatie met Sillessen... En Jiménez, afgelopen zondag bij NEC. Ja, deze wel, een Italiaan. Die, die geeft wel twee keer in. Twee keer in het voordeel van, uh, van Feyenoord. Waarbij uh, ik denk toch ook wel weer een rol uh, was weggelegd voor uh, slot. Want die was wel heel nadrukkelijk met die vierde man bezig. het Ja, en die hebben oortjes. Richting uh, de var, maar ook richting de scheidsrechter. Dus daar is toch wel heel veel communicatie op ja. dat moment. En ja, dat doet hij wel goed om dat toch uh, uh, aan de orde uh, te laten brengen. Of aan de orde te brengen bij uh, dat arbitrale kwartet. En misschien daardoor uh, kreeg fijn die twee goals. Maar in de tweede helft leek nergens op. Nee, maar in die pool. Uh... Die zijn nog lang niet zo ver als vorig jaar. Dit, dit valt echt tegen. Je, je weet niet wat je ziet. Eén moment. Dan denk je van hey, geweldige combinaties, druk zetten. En dan totaal, verliezen ze het totaal weer. Ja. En dan en lopen ze alleen maar achteruit en achteruit en achteruit. Ja, en toen krijgen ze die twee goals. Ja, ze staan in de pool, overigens, allemaal op vier punten daar. Ja, het uh, zegt nog niks over die overwintering. En ze hebben nu twee moeilijke uitwedstrijden gehad. Natuurlijk hier bij die Denen en bij uh, Roma. Nou ja. De rest krijgen ze, nog thuis, die krijgen ze allebei nog thuis. Dus. Ja, maar wat verwacht je tegen, tegen Twente? Wat inderdaad wel uh, opvallend is, is dat nou, is er dan uh, niet bij. Nee. u waarschijnlijk uh, wel. kan dat wel halen. Ja. Maar het is inderdaad heel wisselend. Ook als je kijkt naar Jahan Baks of dat soort spelers. Of ze het nou al dan niet waarmaken. Ja, nou, Jahan Baks heeft het natuurlijk nog steeds niet waargemaakt bij, uh, bij Feyenoord. Ja, ik denk dat uh, Twente verder is. Vorig jaar won Twente de laatste wedstrijd van het seizoen bij uh, uh, Feyenoord. Ja, ik gok nou heel uh, laf op een uh, gelijkspel... Want ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord in de Kuip veel punten uh, zal laten liggen. Of zal, zal verliezen. Maar hè, ze spelen absoluut niet uh, nee. geen denderend voetbal. AZ ook niet, hè? Tegen Limassol 3-2 uh, gewonnen. Nee, maar AZ speelde ook heel slecht tegen Fadous. Ja. Maar die winnen wel. Hè. Ze speelden heel slecht tegen Dundee. Die verloren ze. Maar thuis uh, rolden ze ze uh, geloof ik met 7-0 op, of iets dergelijks. Dus nee, ik denk dat dat geen, uh, geen probleem is uh, bij, bij AZ. Ik denk dat zij echt die... Conference League, hè, want die tegenstanders lijken ook daar uh, nergens op. Dat dat meer als een tussendoortje wordt uh, beschouwd. En daarom dat ze moeite hebben sommige wedstrijden te beslissen. Maar Utrecht uit is dan natuurlijk wel een lastige wedstrijd. Uh, waarin ze misschien naar de eerste nederlaag gaan, je weet het niet. Of uh, wat verwacht ah, je? Nee, ja, Utrecht heb ik nou ook een paar keer gezien. En, nou, Utrecht speelt wel heel verdedigend, maar ze hebben, vind ik, te weinig snelheid voorin uh, om daar het verschil te maken in, in de counter. Dus uh, ja, ik, ik ben benieuwd. Utrecht is wel bezig met een goede serie qua resultaat. Maar qua spel lijkt het, nog, uh, lijkt het ook nergens op eigenlijk. En jij wil nog wat kwijt, hè? Nou, ik heb een aantal interviews nu gelezen met Burak Yilmaz. En ja. uh, dat kan mij best bekoren. Hij, hij komt heel goed over, vind ik. Uh, ook uh, in de interviews. Maar hij moet geen onzin verkondigen. Uh, over dat in Nederland uh, zien wij het voetbal als hobby. En uh, in Turkije is het een uh, ja. kwestie van uh, leven of dood. Ja. Ja, echt grotere ongeveer. Maar daar ga je niet beter van voetballen. Want ik heb nog even die uitslagen na zitten kijken. Van die Turkse ploegen in Europa. Nou, In de Champions League doen ze sowieso al niet mee. Dus daar hoeven we wel helemaal niet over te praten. En dat strijden op leven en dood. Uh, er waren drie van de vier die wisten niet eens te winnen. In de Europa League en in de Conference League. Ja, wat, wat moet ik hem nou met dat soort uh, teksten? Dat vind ik echt van dat slappige lul. Oh. Ik heb veel liever dat je wordt opgeleid als voetballer dan als uh, strijden met het mes tussen je tanden en gewoon verliest van uh, Lanaka. Ja, oké. Okay. Hey, en nog één opmerkelijk. Dat was gewoon ook de enige wedstrijd die ze wonnen. Oh. <laughs> maar nog één opmerkelijk punt over Wesley Sneijder. Ja. Wil, zie je dat ja, gebeuren? Ja, natuurlijk gaat dat gebeuren. Want, echt waar? Ja, die, die gaan gewoon, als je met geld over de brug komt, dan heb je Wesley Sneijder aan je kant. Ja, want het gaat erover dat... je alles die, wat je wil. Het gaat erover dat Jilma zei dat Sneijder misschien nog uh, die kant op ja. zou kunnen gaan. Ja, ja, ja maar, maar wat voor inhoud, wat voor functie gaat hij krijgen... en welke inhoud kan hij dan geven aan die functie? Wat een meerwaarde is voor Fortuna. Daar lopen spelers echt waar. Sneijder is op dit moment nog beter dan 9 van de 10 spelers bij ja. Fortuna. Dus, wat, wat gaat hij daar dan doen? Nou ja, het enige zou het goed ervaren. zijn als hij zijn schoenen misschien zou aantrekken ja maar Moet met, hij wel een beetje afvallen maar met zijn naam en faam kan hij daar misschien in een een of andere verantwoordelijke functie uh, fortuna nog meer ah, uh, in de aandacht brengen hij kan wel in naam en een functie maar laat hem nou geen uh, verantwoordelijke functie geven want uh, kijk dat fortuna weet u wel hoe ver weg dat is Vanuit ja, Utrecht. Op, uh, 200 zie jij, zie, jij hem al, uh, zie jij hem al wonen daar? Uh, <laughs> in, tussen, uh, in de Limburgse heuvels? Ja, nou ja, gezellig ja? Misschien met, uh, met de Turkse enclave daar ergens. Ja, 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 ja. Okay. Hey, uh, dat zou wel kunnen. Later, ja. dankjewel. Graag gedaan.